De gulden snede, dat is een speciale verhouding, met name ook in de kunst, en die kun je als volgt krijgen. Verdeel een lijnstuk in twee stukken, A en B. Kijk maar in het plaatje mee, ik heb een lijnstuk getekend, een groen lijnstuk, en dat noem ik A plus B, want ik ga dat lijnstuk verdelen in het blauwe lijnstuk A en het rode lijnstuk B. Deel de lengte van het totale lijnstuk door het langste lijnstuk. Nou, het totale lijnstuk, dat is natuurlijk A plus B, en dat moet ik delen door het langste lijnstuk van die twee opgedeelde stukken, en dat is A. Dus rechts zie je al twee breuken staan. Nou, de linkerbreuk, dat is A plus B gedeeld door A. Deel ook de lengte van het langste lijnstuk A door het kortste lijnstuk. Dan moet ik A door B delen. Zodra de verhoudingen van de stappen 2 en 3 hetzelfde zijn, dus als die twee breuken die daar in het oranje staan hetzelfde zijn, dan heb ik eigenlijk de speciale verhouding die we de gulden snede noemen. Nou, en er is maar één manier waarop ik lijnstuk A plus B zo kan verdelen dat eigenlijk de gulden snede geldt. De verhouding is nu gelijk aan phi. De Griekse letter phi, zo spreken we dat uit. Dus phi, dat is niet alleen gelijk aan a gedeeld door b, maar dat is ook gelijk aan a plus b gedeeld door a. En die tweede breuk, die kunnen we uitsplitsen. Want als ik een breuk heb en er staan twee termen in de teller, dan kan ik allebei die termen afzonderlijk door de noemer delen. Dan krijg je dus a gedeeld door a plus b gedeeld door a. Bedenk maar als je van rechts naar links wilt, dit zijn gelijknamige breuken, dan mag je de tellers bij elkaar optellen en zie je dat het klopt. Maar a gedeeld door a, dat is gewoon gelijk aan 1. Dus je krijgt 1 plus b gedeeld door a. Nou, phi is ook gelijk aan a gedeeld door b. En hieruit volgt dat phi gedeeld door 1 gelijk is aan a gedeeld door b. Nou, wat kan ik nu doen? Ik kan nu als het ware de linkerbreuken omdraaien en de rechterbreuken omdraaien. Ga dat voor jezelf maar met een getallenvoorbeeld na. Op het moment dat ik ga kruisingsvermenigvuldigen, zie je dat er bij beide toch nog steeds hetzelfde uitkomt. Maar waar is b gedeeld door a dus gelijk aan? Dat is gelijk aan 1 gedeeld door phi. En nu wordt denk ik duidelijk, hè, waarom ben ik dit in godsnaam aan het doen? Nou, in de eerste regel was ik geëindigd met 1 plus b gedeeld door a. Maar b gedeeld door a kan ik nu gaan vervangen door 1 gedeeld door phi. En wat krijg ik dan? Phi is gelijk aan 1 plus b gedeeld door a. Maar dat is dus ook gelijk aan 1 plus 1 gedeeld door phi. En dat is wel heel bijzonder, want nu heb ik phi uitgedrukt in zichzelf. En als we namelijk de rechter phi nu gaan vervangen door 1 plus 1 gedeeld door phi, dan krijg je het volgende. Ga maar voor jezelf eens na, moet je anders even de video pauzeren nu, hoe gek dit is. We hebben een uitdrukking voor phi. Phi, dat is 1 plus 1 gedeeld door phi. Maar als ik nu aan de rechterkant dat gedeeld door phi, die phi die daar staat, ga vervangen door 1 plus 1 gedeeld door phi, dan krijg ik deze nieuwe regel. Maar dat kan ik nog een keer gaan doen. En dan krijg je eigenlijk, zoals ik hier aangeef, een oneindige uitdrukking voor phi. Om het getal voor phi te krijgen, maken we er een kwadratische formule van. Wat heb ik nu gedaan? Phi, dat is gelijk aan 1 plus 1 gedeeld door phi. Ik ga nu beide kanten met phi vermenigvuldigen. Aan de linkerkant krijg je dan phi kwadraat en rechts krijg je 1 keer phi is phi en 1 gedeeld door phi keer phi. Nou, gedeeld door phi en keer phi, dat heft elkaar op, dan hou ik 1 over. Nu heb ik daar een kwadratische vergelijking van gemaakt. Op de plek van de phi, want ik wil weten waar is phi nou gelijk aan, ga ik met een x werken, want dat zijn we normaal gewend bij dit soort vergelijkingen. Dus deze ga ik oplossen. Ik kan die x en die 1 naar links halen. Vervolgens kan ik de ABC-formule gebruiken. Maar het kan zijn dat je deze formule niet hoeft te kennen. Nou, dan hoef je dit natuurlijk niet helemaal uit je hoofd te kennen. Maar op het moment dat je het wel beheerst, de ABC-formule, dan vind je het wellicht interessant om op een exacte manier phi uit te rekenen. Nou, dan vul je de ABC-formule in. Je krijgt altijd twee oplossingen voor de x. En dit zijn dus de oplossingen voor phi. Nou, deze exacte oplossingen hoef je niet uit je hoofd te leren. En je ziet dat je op twee oplossingen uitkomt. Maar wij werken alleen maar met positieve lengtes, dus die min 0,618, die voldoet niet. Nou, alternatief, je kunt ook, als je zegt ik hoef de ABC-formule niet te kennen, dan voer je bij I1 op de rekenmachine x kwadraat in, bij I2 voer je x plus 1 in, en dan gebruik je optie intersect. Kom je ook op die 1,618 uit. Conclusie, de lengte van lijnstuk A, dat is ongeveer
1,618 keer zo groot als de lengte van lijnstuk B. Op het moment dat dat zo is, dan heb ik de verhouding als het ware getekend volgens de gulden snede. Gaan we nu oefenen met een voorbeeld. Hiernaast is het vierkant ABCD getekend. De zijdes, nou, is ook gegeven wat de lengte is, de zijden hebben een lengte van 2. Dus AB is ook 2, AD is 2. De punten F en E zijn precies in het midden getekend. En er is ook een gedeelte van een cirkel getekend met middelpunt E en straal EC. Nou, E en F, zoals al gezegd, zijn dus de middens. Nou, zo ontstaat dus ook punt G op het verlengde van AB. En wat moeten we nu gaan aantonen? Dat AG door punt B wordt verdeeld volgens de gulden snede. Als ik zoiets moet aantonen, dan moet je dus goed denken aan... Ja, dan moet ik dus lijnstukken op elkaar gaan delen. En dat moet dus in die speciale verhouding zijn waar ik net op uitkwam, die 1,618. De aanpak is als volgt. Toon aan dat geld. AB gedeeld door BG. Als ik dus AG, het totale lijnstuk, opdeel in een groot lijnstuk AB en een klein lijnstuk BG, dan hebben we gezien, dan moet AB gedeeld door BG gelijk zijn aan de lengte van het totale lijnstuk AG gedeeld door de lengte van het langste van die twee lijnstukken, dat is AB. Dus dat moet ik aantonen. De stelling van Pythagoras in driehoek EBC, die geeft EC kwadraat is EB kwadraat plus BC kwadraat. En die kan ik invullen. Want EB is natuurlijk de helft van AB, dus dat is 1. En BC heeft een lengte van 2. Dus ik kan uitrekenen dat EC kwadraat gelijk is aan 5. En dat EC gelijk is aan de wortel van 5. Nou, voor mensen met een goed geheugen, je kunt eigenlijk al bedenken, oh, die wortel 5 die kwam net ook voor in die oplossing die we hadden. Dus dit moet je al een goed gevoel geven. We zijn er nog niet, maar nou, het zou wel eens erop uit kunnen gaan komen. En dat is ook gelijk aan de lengte van EG. Want punt G ligt net zo goed op die cirkel, waarvan de straal EC is, maar dus ook EG is. Nou, AB, dat is gelijk aan AD, dat is gelijk aan 2. En waar is BG gelijk aan? Nou, dat is hetzelfde als EG, de straal van de cirkel, min EB. Nou, dat is wortel 5 min 1. Nou, tenslotte, waar is AG gelijk aan? Dat is gelijk aan EG plus AE. Dus dan moet ik eigenlijk de lengte van EG hebben. Nou, dat was die wortel 5. En dan moet ik AE bij optellen. Dat is 1. Nu heb ik eigenlijk alle lengtes die ik moet hebben. Nou, AB gedeeld door BG, dat is gelijk aan 2 gedeeld door de wortel van 5 min 1. Dat is ongeveer gelijk aan 1,618. Dat is dus al de gulden snede. Dus in principe was je nu al klaar geweest. Maar nu kan ik ook nog even aantonen, die andere klopt ook. AG gedeeld door AB, dat is wortel 5 plus 1 gedeeld door 2. En dan kom je ook op die 1,618 uit. Dus nu heb ik aangetoond dat de gulden snede geldt. Dat is dus een getalletje wat ik wel even goed zou kennen als ik jou was. Het getal dat bij de gulden snede hoort, dat is 1,618. Die exacte waarde die ik net heb uitgerekend, hoef je dus nogmaals niet te kennen. Dus AG wordt door B verdeeld volgens de gulden snede. Hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.